blijdschap, maar nog ook een beetje onwennigheid in het olifantenverblijf. Tante Mimi en oma Warwaar mogen vandaag voor het eerst bij de kleine olifantendreumers. Verzorger Bas Aalders is tevreden over de eerste nacht van het jong. Naar alle verwachting ging het goed. Het kalf heeft meerdere malen gedronken. Heeft zelfs al liggen slapen. En ja, zoals je ziet staan er ook al een paar olifanten weer bij. Oma mag als eerste bij haar kleinkind. Ondanks dat ze het vorige jong van Indra vertrapte. Omdat hij echt heel voorzichtig door de tralies heen het jong zat te betasten, te besnuffelen. Dus toen hebben we de deur opengemaakt en is waar we gewoon naar het kalf toe gewandeld. Het waren voor ons heel spannende momenten, maar het is allemaal goed gegaan. Het kleine olifantje krijgt veel kraambezoek. Met bordjes proberen Bas en zijn collega's te zorgen dat het niet te onrustig wordt voor het anderhalve dag oude olifantje. De baby die moet slapen, hè, die olifant. Niet te hard rennen hoor. Zo klein zie je ze nooit in het echt. Heel lief. Hij is heel schattig. Ongelooflijk. Het lijkt net een beetje uit de maat gegroeide hond. Maar de grote vraag van de bezoekers, is het nou een jongen? Of een meisje? Aan de ene kant hoop je, laat ik het zo zeggen, op een meisje. Omdat je weet dat de vrouwtjes in de groep blijven. Ik denk een jongen. Nou, ik ga voor een meisje gewoon, dat is leuk. En op die brandende vraag komt aan het einde van de middag het verlossende antwoord. Het is een meisje en we noemen haar Kina.